Bij het IJsseland ziekenhuis staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, hoe is de situatie nu bij het ziekenhuis? Het ziekenhuis is nu vrijgegeven voor patiënten vanmiddag, dus er vinden weer onderzoeken plaats. En de hulpverleners die eigenlijk de hele dag hier geweest zijn, die zijn inmiddels vertrokken. Nou, rond deze tijd zouden de polyklinieken sluiten. Die blijven vandaag wat langer open om er zo voor te zorgen dat de mensen die eigenlijk vanmorgen de onderzoeken hadden moeten ondergaan, dat nu nog kunnen. En morgen, ja, morgen hopen ze dat het dan weer een gewone werkdag zal worden. Er was vanmiddag een persconferentie. Is er nu precies bekend wat er gebeurd is? Nee, er zijn nog steeds heel veel vragen en die moeten echt beantwoord worden na het politieonderzoek. Wat bekend is, is dus dat er een container is gevonden met die stof, met dat zuur. Ja, die was open, er is zuur gelekt. Maar de grote vraag waar nog antwoord op moet komen is, wat is nu de rol geweest van die 25-jarige man die de taak had om dit middel van afdeling naar afdeling te vervoeren? Is hem een ongelukje overkomen of heeft hij meer op zijn geweten? Ik weet niet of je over geweten moet spreken. Je kunt ook gewoon een fout maken en iets uit je handen laten vallen. En wij gingen ervan uit dat het zoiets was. Maar uiteindelijk ziet de politie dat anders. Hoe ziet de politie? Dat weet ik niet, dat moet u hen vragen. Maar ik lees ook in de media dat men hem heeft gearresteerd. En dat er onderzoek wordt gedaan naar opzet. Wat is het voor een man? Het is een inhuurkracht die hier sinds februari werkt bij onze interne transportdienst. En dat is het enige wat ik u erover kan vertellen, want zo goed ken ik hem niet. Nou, wat wel duidelijk is dat de man vandaag, toen hij hier kwam werken, niet in een verwarde toestand was. En er zijn geen bijzondere dingen aan hem opgevallen. Dat moet nu allemaal uit onderzoek blijken wat er precies is gebeurd. Vooralsnog worden hier geen verdere maatregelen genomen, omdat ze simpelweg nu eerst moeten wachten op de uitkomsten van het politieonderzoek. Jan-Roelof Visser, dankjewel.